Make a statement. Een expositie over vrijheid en coming out. Deze opening is een van de laatste evenementen in het kader van de Regenboogweek in Groningen. Gisteren, met net zo prachtig weer als vandaag, is de roze wandelroute door het centrum van Groningen ten doop gehouden. De wandelgids met veel wetenswaardigheden over het homoleven in Groningen, ontworpen door Sandro. De herkenning van wat er is, van wat er was, en weet je nog wel, gaf een sterk samen binnen het gevoel bij de mensen die gisteren meeliepen. Samen stond je sterk voor de verbetering van de emancipatie van homoseksuele medemens. En ieder zal het wel eens meegemaakt hebben, de eerste keer dat je iemand vertelt dat je als een jongen op een jongen valt, of een meisje op een meisje. Het schoolplein kan dan al de eerste gelegenheid zijn om je gevoelens die anders zijn te uiten. Coming out is een proces wat iedereen op zijn eigen manier verwerkt dan wel doormaakt. Was er sprake van uit de kast komen voor jou? Is daar eens een moment geweest? Toen ik het aan mijn moeder vertelde, toen ben ik echt uit de kast gekomen. En toen vroeg mijn moeder me voor de zoveelste keer of ik al bijna een vriendin had. En toen zei ik weer nee. En toen vroeg zij, wil je wel een vriendin? En toen zei ik nee. En toen zei ze, wil je misschien een vriend? En toen zei ik ja. En dat was mijn uit de kast komen. Ik heb het gedaan met de Flikkeragenda. Ik zat toen op de middelbare tamerschool in een klas met vrijwel alleen maar jongens. En ik maakte een hele duidelijke statement met een Flikkeragenda op tafel neer te leggen. En ik had dus ook een aantal leraren die daar totaal niet mee om konden gaan. Want het is, je hebt ineens een leerling in je klas zitten die ineens heel duidelijk zijn seksualiteit aangeeft. Voor mij was uit de kast komen echt wel een soort statement maken. Was dat een ingewikkeld proces destijds? Nee, totaal niet. Nee, ik zat op een school met in de klas 4 jongens die net zo waren als ik. Dus, wat was dat voor een school dan? Dat was een pedagogische academie. En daar kon je al heel vroeg jezelf zijn? Heel goed, ja. Maar het was in Den Haag, hè. Dat scheelt. Misschien dat hier het noorden een beetje moeilijker was, hoor. Ja, ik denk net zoals iedereen dat je uit de kast moet komen. Alleen ik heb er op zich, het is bij mij heel geleidelijk gegaan. Dus op zich heb ik er niet zoveel problemen gelukkig mee gehad. Alleen het was vrij laat voordat ik erachter was. Ik moet nog steeds een beetje uit de kast komen. Ik ben alleen uit de kast voor familie en vrienden, niet publiekelijk. En dat hoeft voor mij ook niet. Nee. Dus in die zin ben ik nog steeds in de kast. Nee. Half. Maar dit filmpje zetten we op de site. Kan dat dan wel? Jawel. Dat gebeurt u wel. Jawel, want wie op die site kijkt, die is al een beetje besmet. Nou, dat was in het begin van de 80e jaren. Dus dat was toen nog veel blozen erbij. En ik moet wat vertellen. Ik vertel het nou niet meer. Nou merken ze het wel, weet je. Aan wat ik zeg van mijn vriend en ik. Of ik was daar en daar in de gallery. Dat vertel ik ook, maar op een andere manier. Maar ik vertel niet nu meer van, willen jullie even opletten? Die tijd is voorbij. En volgens mij moet het ook zo niet meer. Nou, het was een hele grote stap, want ik was ook nog getrouwd. Dus dat was echt een enorme ingreep. En het heeft ook denk ik wel een paar jaar geduurd voordat ik eraan gewend was dat ik homoseksueel was. Ja, het is echt een hele ingrijpende gebeurtenis geweest. Dat was toen ik een jaar of 17, 18 was. En niet eens door mezelf, maar door mijn moeder die mij dat vroeg. Terwijl ik er al een paar jaar een beetje mee zat rond te lopen. En ik wist het al lang dat ik wel homoseksueel was. Zei mijn moeder in één keer van, goh, ben jij soms homo? Ik zeg, hoezo dat dan? Nou, je kwam gisteren bij die en die vandaan. En toen had je je t-shirt verkeerd om aan. Nou ja, toen was het allemaal heel duidelijk. En toen werd het ook vrij gauw op tafel gegooid. En toen was een coming out binnen het gezin. T-shirts zijn te koop voor €25. En de opbrengst komt volledig te goede aan Human Rights Watch. Het verschijnsel coming out neemt weer toe omdat de tolerantie afneemt. Dus naarmate er meer tolerantie is en er voor iedereen duidelijkere mogelijkheden zijn, zal de coming out verminderen. Mijn statement bij vandaag is dan ook, coming out zou overbodig moeten zijn.